We gaan de rabbenek knoop maken. Ik heb de brede zijde aan mijn linkerkant, dunne zijde rechts. Ik meet hem meteen af, de brede zijde op ongeveer navelhoogte, want ik ga met dunne zijde knopen. En heel veel ruimte om aan te trekken heb je ze daar niet. Je gaat dunne zijde rechts over links. Vervolgens ga je achterlangs door en haal je de dunne zijde door het midden naar achteren toe en haal je hem terug naar waar je vandaan kwam. Dan haal je de dunne zijde meteen weer door het midden. En nu ga je naar rechts toe. Dus op deze manier heb je de twee pootjes van je das geknoopt. Wat ik nou ga doen is achterlangs door. Door het midden. En dan haal ik hem door deze lus heen die ik nou net heb gemaakt. Zo. Niet te strak aantrekken, want ik moet het daar nog een stukje losser maken. En wat ik nu ga doen is met de dunne zijde ga ik via de achterkant, rechts naar achteren. Ik maak een volledige cirkel, zo, zodat ik dit krijg. Wat je nu gaat krijgen, en daarom zei ik dat je dit niet zo moest aantrekken, is dat je dit even omhoog haalt. En volgens de dunne zijde hier doorheen gaat. Terughalen. Okay. Dan zit hij hier. En wat ik nou direct meteen ga doen is deze dunne zijde achter mijn das langs door. En dan ga ik eerst dit gedeelte corrigeren. Aantrekken. Ik trek hem hier aan zodat hij daar wat strakker komt te zitten en daarna ga ik hier aan trekken zodat ik dit gedeelte strakker krijg en daarna trek ik hier aan deze dunne zijde zodat ik daar beter zit. Twee knopen over elkaar heen, vervolgens zorg je ervoor dat je dit gedeelte achter je kraag of onder de stropdas onder je kraag bedekt, das omlaag, wil je nog aantrekken, knoop vast al een klein beetje, maar je hebt echt heel weinig ruimte nog. En op deze manier heb je de rabbenek geknoopt. Laat me weten wat je van deze knoop vindt, wat je van, heb je hem zelf ooit gedaan, stuur me een foto, ik wil het ook van jullie graag terugzien. Vond je de video leuk? Dan laat dat ook even weten. Reacties worden op prijs gesteld. En wil je meer knopen zien? Dan abonneer je op mijn YouTube kanaal.